word er blij van. Een stoel kan je best altijd op zijn kop beginnen, voor eventuele dragers. En dan vergeet je ook minder snel stukjes. En dit wordt echt bewust niet dekkend geverfd om zijn oude karakter te houden. Als je het strak wil verven, dan doe je het net als de tafel links, die zwarte. Graffit van Enslo. Ja, hij wordt al grijs. Annelieke stof aan het verven, dus als je nou een mooie stoel hebt die nog goed is, weggooien kan altijd nog. Je pakt een leuke kleur. Als je binnen in de winkel kijkt, er staat een stoofpiramide met alle kleuren. En dan betrek je het gewoon bij de kleur van je interieur. En je maakt van je oude meuk, maak je hartstikke leuke nieuwe trendy dingen. Het is echt zo gebeurd. Alleen al omdat je niet hoeft te schuren, niet hoeft te gronden. Wil je het gewoon, dit tafeltje was vanochtend ook gewoon bruin. En dat is ook gewoon nonchalant geverfd. Niet dekkend, want dan houdt zo'n oud tafeltje toch karakter. En dit is echt gewoon brokant, nonchalant. Je mag met deze verf netjes verven, maar het hoeft niet. En het dekt alles. Zelfs als je de tegels in je toilet of in de keuken zat bent. Ja, breken kan altijd nog. Ik zou ze lekker verven. En dan kan je het, als je binnen in de winkel kijkt, kijken kost niks, kopen dan weer wel. Je kunt het niet anders maken. Maar binnen in de winkel zie je een stoofjespyramide met alle kleuren van Annie Sloan. En er is altijd wel een kleur die goed in je interieur past.